Yo, what up? Dat is alweer even geleden. Hey, jullie staan op het punt om te kijken naar één van mijn grootste passieprojectjes van de afgelopen tijd. Samen met Bethesda, Master XP en mijn eigen bedrijf Fanvlog hebben wij de afgelopen maanden knijtershard geploeterd. Opnames, editing en alles wat erbij komt kijken om dit te maken. Terwijl ik dit opneem ben ik letterlijk nog de video die je nu aan het kijken bent aan het editen. Dus dat is best wel insane. Jullie gaan namelijk kijken naar een gloednieuwe serie genaamd Dine and Double. 8 afleveringen lang hier op Joost Bouwhof, waarin wij de wastelands van Fallout gaan bewandelen. Ik speel een karakter genaamd Dr. Harold Johnson en jullie gaan hem zo meteen ontmoeten. Hij is ijskoud, maar ook erg leuk. En samen met Nick Goltenman, Sakura Floor en Linda van Bethesda bewandelen wij dit avontuur geleid door onze spelmaster Kevin. Ik wilde jullie toch nog eventjes kort deze serie introduceren, omdat ik anders dacht van misschien is het een beetje vreemd. Ik hoop dat jullie het ongelooflijk vet vinden. We hebben er hard aan gewerkt. Laat het ook zeker weten in de comments wat je ervan vindt. En hopelijk hebben wij ons best gedaan om jullie te entertainen. Pak lekker wat chippies, pak lekker wat drinken. Ga er even lekker voor zitten. En ga genieten van Dine & Double aflevering 1. Oorlog. Oorlog verandert nooit. Net als onze heerlijke koffie. Neem plaats in onze diner, waar jij altijd crits gooit. Dine en Double, een Fallout-avontuur. Welkom in de Commonwealth, de nucleaire woestenij rondom het geruïneerde Boston. De oorlog heeft de wereld voorgoed veranderd. Flora is gestopt met groeien, terwijl fauna juist hevige mutaties is ondergaan. Rovers en huurlingen regeren in dit desolate landschap. De bewoners die schuilden voor de oorlog in de Vaults druppelen langzaam terug de wereld in, op zoek naar een betere toekomst. De oude wetten, die gelden niet meer. En de commerciële goederen en technologie van de oude wereld zijn verheven tot relieken. De dollar is zijn waarde kwijt. Mensen rekenen elkaar af in bottlecaps of met een kogel. Het is avond. En de gifgroene gloed van de gloeiende zee verrijkt de omgeving. Ergens in deze wildernis staat een in elkaar gestorte diner, waar in betere tijden de burgers over de toonbank vlogen. Wie schuift er aan in deze diner? Woe! Lekker weer, hè? Zo, wie hebben we hier? Mijn naam is Becca, maar mijn vrienden noemen me Bex. Of nou ja, John noemt mij Bex. En ja, dat is mijn naam. Cool. En hoe ziet Becca eruit? Hot. Very hot. Nee. Kort haar, blond. Heel leuk jasje gehad van Kevin. Dat is leuke dude. Ja, een beetje ruw. Cool. Maar, Rebecca of Bex, je denkt misschien dat je alleen bent in deze diner, maar dat ben jij niet. En de koelkast van de diner valt open en een bevroren man in een laboratoriumlas komt binnenvallen. Wie hebben we hier? Wie schuift eraan? Hallo, ik Harold Johnson, Dr. Harold Johnson. Waar zijn we? Welke tijd? Ik heb het gevoel dat we nog niet... Alles is nog steeds corrupt hier, hè? Nee, ja? Nee, wat is corrupt? Noem corrupt. Dr. Harold, voor ik ben jou, te vroeg ontdooid. Ja. Zie jij inderdaad wel dat de wereld nog steeds één grote puinzooi is? Ja. Sterker nog, als het briesje wind wat er vanavond staat, als dat binnenkomt waaien, dan brengt dat zich schilfers mee, lijkt wel. Schilfers? Huidschilfers? Kan dat? Wie schuift er nog meer aan in de diner? Koffie. Lekker.
een serieus individu. En hoe ziet Koffie eruit? Ik heb geen neus. Aha. Ik heb geen haar. Aha. Ik heb een schilferige huid, zoals je net al zei. Natuurlijk. Ik ben opgegroeid in de wastelands. En ik hou van koffie. Fuck. En Koffie, heb je nog... Heb je nog iets... Hoe gaat het met je gezin? Mijn gezin is heel ver weg. Oh shit. En daar mag je verder niks over weten. Oh, sorry. Nee. Is er iemand die de goede vrede kan bewaren? Is er iemand... Nou, kinderen, rustig aan, hè? Ik bedoel, hier, ik heb cupcakes voor iedereen meegenomen. Dit zijn de bekende cupcakes van Tante Nancy van de hele Commonwealth. Dus tas toe. Tante Nancy, jij hebt een iets ander uiterlijk wederom dan de rest, of niet? Ja, dat is zeker waar. Ik ben een Miss Nanny. Ah. De cupcakes ruiken heerlijk, Tante Nancy. Maar meisje, je schoenveter is los. Oh, dat kan ik fixen, joh! Niet op tafel! Ik neem een cupcake. Is het bestraald? Ik zou het niet weten. Het is extra vitamine. Tas toe. Smaakt het een beetje? Ik heb dit keer blueberries gebruikt. Ik heb beter op. Hey, ze zijn inderdaad wel een beetje nucleair, zeg maar. Dus je mag eventjes een D6 dobbelsteen gooien. Wow. En als die op een effect rolt, dan heb jij helaas wel een beetje radioactief materiaal te pakken. Oké, je brengt het er goed vanaf. Oké. Komt wel bij kijken, de cupcakes zijn heerlijk. Wel lekker, Ze zijn gemaakt door iemand die echt, echt verstand heeft van koken. En bakken. En bakken natuurlijk. En schoenveten strikken. En slaapliedjes zingen. Ben ik ook heel goed in. Oeh. Ik hield ooit van bakken, lang geleden. Wat deed je bakken? Geroosterde appels met kaneel en rozijnen. Deeg. Jullie noemen het denk ik appeltaart. Oh, ja. Ja, mijn kleine kindjes die hielden van appeltaart. Ja. Hielden? Ja. Kan ik weer toch die koelkast in? We kunnen het even proberen. Laten we proberen met de allereerste check van de game. Koelkastcheck. Nou, kijk, beste dokter Harold. Ja. Jouw lichaam is nog helemaal half bevroren, dus je bent hartstikke stijf. Frostbite overal. Ja. Dus je mag eventjes de eerste test van de game gooien. Het is een agility test, in combinatie met een athletics test. Omdat je jezelf terug die koelkast in moet vouwen. Mm. Dus de difficulty daarvan is 2. Okay. Dus dat betekent, je mag sowieso nu 2d20 gaan gooien. Okay. En je bent op zoek naar 2 successen. En hoe weet je of het een succes is? Je telt nu eventjes je agility en athletics bij elkaar op. Eens even gluren. Mijn agility is 5. Ja. En mijn athletics is non-existent. Ja, dan is 0. Dus je bent op zoek naar 2 keer 5 of lager op de dobbelsteen. Oké. En als dat lukt, dan kan ik eindelijk die koelkast weer in. Ja. En je hoopt dat er nog... 27. Yes! Ik zou nog wel heel blij zijn met een 20, maar nu moet ik dus niet zo blij zijn met een 20. Nee, een 20 is namelijk een heel groot probleem. Daarmee genereer ik 2 actiepunten. Yep. En kan ik een complication voor jullie bedenken? Oh shit. Je gaat door je rug. Keihard door je rug. Ja, dat is wat je krijgt als je zo lang in een koelkast opgevouwen zit. Moet ik je rug even masseren, kind? Nee, doe maar niet. Ik denk dat als... Het is nog een beetje bevroren. Ik denk als je te hard knijpt, dan breekt het misschien. Oh, ik pak mijn vlammen weg voor erbij. Doe maar niet. Doe maar geen... Zeker weten. Nee. Shit. Nou, oké, dan blijf ik wel hier. Je voelt het aan hem. Hij is helemaal koud. Hij is ijskoud. Ik neem met mijn koffietje in de hand, loop ik naar de koelkast waar hij in wilde vouwen. En ik check wat er allemaal in zit. Heel goed. Als jij daarvoor eventjes een perception survival check wil gooien. Perception de difficulty zou 1 zijn. Dus wat je nou doet is je telt je score wat bij perception staat. 6. Tel je op bij je survival score, dat staat bij je skills. Ja, 0. 0, dus dan wordt het 6. Okay. Gooi je 2 dobbelstenen en kijk of je 6 of lager kunt gooien.
18 en 13. Lekker bezig. Oké, okay, helaas. Het gaat lekker. Ja, ik was echt goed begin. Als je wil, zou je bijvoorbeeld nu je luck kunnen gebruiken. Dan spendeer je 1 luck point. En dan mag je één van die 2 dobbelstenen rerollen. Als je wilt. Ja. Nee, is dat vast niet genoeg op het spel hier. Cool. Nee, ik kan je best vertellen wat er in de koelkast lag. Hey, wat in de koelkast Ik. En misschien, nog een teen of zo, die is afgebroken. Lekker. Ja, ik had deze freeze ray. Sick. En ja, inderdaad, mijn caps en alles heb ik gewoon nog bij me, maar de koelkast is verder gewoon leeg, dus. Oké. Waarom zat je in de koelkast? Nou, terwijl... toen mijn vault openging, ik ben dus een dokter, hè, om te beginnen. Harold Johnson, dat kennis maken. Toen mijn vault openging, jaren geleden, toen dachten wij, nou, laten we de wereld weer eens ingaan. En toen werden we aangevallen door raiders. En iedereen ging uit elkaar, iedereen vluchtte, iedereen ging weg. We waren bezig met experimenten om iedereen zo blij mogelijk in de vault te krijgen. Dus iedereen was vrolijk en happy. En toen zij daar buiten stapte... de wereld in, wisten ze niet hoe ze zichzelf moesten verdedigen tegen al die rangers. En ik ben maar gewoon gevlucht. En ik had mijn freeze ray bij me. Daar was ik als hobbyprojectje een beetje in de vault mee aan het knutselen. En ik denk, ik vries mezelf gewoon in. Ik word wel weer wakker als de wereld beter is. Is niet helemaal gelukt. Zo, is hartstikke mooie plaats hoor. Vind je het hartstikke gezellig? Nee, het is nog steeds goed hier. Nee. Oh, oké. Wat nou? Je hebt geen timer gezet. Je werd nu gewoon vandaag wakker. Ja, ik hoopte eigenlijk dat iemand die koelkast in deze diner was zo vervallen. Ik denk, ja, hier komt toch niemand. En toen waren wij er. Maar het is een mooie dag om wakker te worden. Kijk, het is groen. Het is zeker goed. Het is heel groen. Ik neem nog een cupcake. Nice. Nou. Jij mag wel rollen. Oh. Ice radiation. Ja, inderdaad. Voor jou is dat een pluspunt als je radiation kunt scoren. Oh, spannend. Nee, je gooit gewoon een D6. Dat is die normale dobbelsteen, zeg maar. Jee. Yep. Schrijf jij even op je character sheet erbij. Je hebt zo'n vakje HP, toch? Ja. Schrijf je even tussen haakjes plus 1 erbij. Dus nice. Ik kan vaker radioactive cupcakes maken. Kom maar door, ja. Voor alleen hem. Specifiek. Jullie zitten in deze vervallen diner. Jullie zijn met z'n vieren. Maar zelfs met z'n vieren is dit niet de totale groep. Want er komt een individu binnengelopen. Wat jullie zien is een man... in hetzelfde soort labcoat als Dr. Hal Johnson hier draagt. Hij is een scientist. Hij is ook een scientist, inderdaad. Hij heeft een heel groevig gezicht, dus hij heeft een heel erg bezig gezicht. Heel erg veel lijnen lopen door zijn gezicht heen. Hij heeft een hele grote lach op zijn gezicht. hele kleine ogen. En hij heeft een hele mooie grote cowboyhoed heeft hij op. Zilver haar wat ongeveer tot aan zijn schouders zeg maar, komt, net iets daarboven. En zegt hij, howdy allemaal. Mijn naam is Dr. Rest en ik dacht dat deze diner gesloten zou zijn. Ah, Dr. Rest, kun je me misschien helpen om mij weer even opnieuw in de koelkast in te vriezen? Ik heb hier mijn cryolator gun. Hier, ik geef mijn cryolator gun aan. Oh, wow, dat is een imposant apparaat. Ik ga zo in die koelkast zitten en dan schiet je op mij. Is goed. Stel hem even in op 500 jaar. Nou, okay. Ik denk niet dat zo'n goed idee is hoor. Ik bedoel, het is wel heel erg koud. En het is al best wel koud buiten vandaag. Oh man, ik wilde dat zien. Ik moet je ook helaas teleurstellen, want met mijn technische kennis heb ik even naar jouw cryolator gun gekeken. Ik moet je zeggen. Er zit geen freeze component meer in. Kom eens hier. Ja, maar kijk, als je hier ziet, zie je? Het component is leeg. De blauwe vloeistof is helemaal weg, man. Ik ben even aan het fixen nu. Oké, ik check of hij wapens heeft. Oké, is goed. Dan mag je doen met een... laten we zeggen dat het een perception sneak check is. Okay. Want je bent hem aan het inspecteren, maar je wil niet heel obvious zijn dat je zeg maar... echt op zoek bent, toch? Ja, dat is waar. Ja, dus stiekem blik. Ja. En dit zou een difficulty zijn van 3, omdat hij die labcoat aan heeft. Dus je moet echt goed op zoek naar contouren gaan. Ga ik gelijk even een deeltje van de regels uitleggen. Okay. Want je hebt daar 2 dobbelstenen die rol, toch? Ja. Het is best moeilijk om dan 3 successen op 2 dobbelstenen te halen. Hmm. Dus wat jullie mogen doen, als jullie meer dobbelstenen willen dobbelen voor je test, dan kun je met action points die bijkopen. Ik heb hier zojuist een dobbelsteen neergelegd. Die staat op het cijfer 4. Als jij een dobbelsteen bij wil kopen, dan kost je dat dus een action point voor de eerste dobbelsteen. Wil je er 2 bij kopen, kost je 3 action points en zo verder.
Mm-hmm. Mogen we dat overleggen of moet ik de executive decision maken? Je mag het zeker overleggen. Dit zijn jullie gezamenlijke action points. Ja, ik ken jullie niet, maar ik heb geen idee wie deze gast is. Ik weet ook niet of ik hem kan vertrouwen. Dus ik zeg, laten we een action point opofferen, zodat we weten met wie we te maken hebben. Nou, je moet hem ook nog wel goed gooien, zeg maar. Als je, ja. Ja. Het zijn 3 skill checks, dus het klinkt wel als een hoog risico. Ik weet niet of dat... voor mij mag het, maar... Is sneak is voor jou een tech skill, toch? Ja, zeker. Dan hebben we gelijk de kans dat je slaagt is best wel hoog daardoor. Hey. En de kans dat jij een critical hit gooit is ook best wel hoog. Nice. Want op tech skill kijk je naar het cijfer van de skill. En alles wat dat cijfer of lager is, dat is automatisch ook een crit, waardoor je dubbele succes haalt. Nice. Dus ik snap je zorg, maar het is je hebt een hogere kans op slagen. Zo, kijk eens even aan. Het nummertje is nu wel. Executive decision. Mooi. Mag je nou 3 stenen gooien? Hij mag 3 dobbelstenen gooien. Oh, wat zeggen. Oh, hij heeft 1. Hij heeft 1. Hij onze eerste crit. Hey. Nice, netjes. Netjes. Nice. Kun je voor mij even jouw perception bij je sneak optellen? 6 plus 5 is 11. Kijk, mooi. En hoeveel van deze rolls zitten onder die 11? 1. Okay. Oh, alleen 1? Ja, alleen 1. Dan is dit misschien een goed moment om je luck te gebruiken. Ik gebruik mijn luck. Oké, okay, dan rol je 1 van die dobbelstenen rol je opnieuw. Oh, nee! Wat gooi je? Weer 16. Ah, Ja. Zit er magneten in deze dice? Oh nee. Je mag op je kerksheet eventjes bij luck points, helemaal rechts, bovenin, mag je even er eentje van afhalen. Dus we hebben nou een not so lucky point. Lucky. Dus de check is niet goed. Koffie, nee. Koffie, jij bent Dr. Rest, zoals hij zichzelf introduceerde. Ben jij echt aan het flink aan het bekijken, zeg maar. Je ogen helemaal nauw zo van En Dr. Rest, het valt hem dit gegeven moment op, zeg maar. Zegt, kameraad, heb ik iets van je aan? Doe je jas eens uit. Wow. Ik denk dat ik nog niet op dit level ben met jullie. Nee, geen grapjes. Doe je jas uit. Alright, akkoord. Okay. En hij opent zijn labcoat. En jullie weten, jullie characters zullen allemaal weten wat een stimpack is. Hmm. En dat is dus een soort van hele grote syringe, zeg maar. Een naald. Een injectienaald met een soort levensreddend middel erin. En hij opent zo zijn labcoat. En die hangt helemaal vol zo met van die stimpacks. Oké. Okay. Nice. Cool. Nice. Maar je vindt geen gun. Ah. Nou, hij zegt, is dit ver genoeg? Of moet ik nog iets anders uitdoen? Samen delen, samen spelen. No. Ik vind balbelletjes zo. Hey, even goede vrienden. Ik kan het wel begrijpen. Fijn. De Wasteland is een gevaarlijk landschap. En ik ben al vele rovers tegengekomen op mijn route op zoek naar mijn vrouw. Dus ik snap de argwaan, dat begrijp ik. Waar is je vrouw? Dat is een hele goede vraag, makker. Ik heb een vermoeden. Hierbij, hier nagelegen in de buurt, is een vault. Vault 95. En ik heb het vermoeden dat ze misschien hier ergens zich verschuilt. Dat ze hier zichzelf verstopt. Verschuilt? Maar... Ja, ze is weggelopen. Oh. Ja. Ze is weggelopen bij jou. Gooi maar even een... Love you. Een charisma speech check. Ja? Dus mag je die even optillen? Wat is het cijfer dat daaruit komt? 8. 8, oké. De difficulty zou in dit geval 2 zijn. Kan ik hem assisten op een zeker? Manier? Want ik ben ook heel erg argwanend. Ja, kan ik jullie gelijk uitleggen hoe een assist werkt? Ja. Als je een assist wil doen, dan staan we 1 assist toe per rol. Ja. En dan kom je met een aanvulling, zeg maar, op de check. En in plaats van dat je dus dan 2 dobbelstenen gooit, gooi je gewoon 1 dobbelsteen. Is het een succes? Dan blijft de difficulty hetzelfde. Maar dan mag de persoon die de check hem verder afmaakt, mag een extra dobbelsteen rollen. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Dus terwijl hij dit vraagt inderdaad, je ziet Dr. West ook even zo ook zijn ogen verder dichtknijpen, zeg maar. Van, moet ik dit wel vertellen tegen jullie? Hoe ondersteun jij de situatie? Ik denk dat ik ga kijken naar zijn lichaamstaal. En dat ik dat ga uitleggen. Want nou, ik vind het wel dat hij
bijvoorbeeld erg veel knippert met zijn ogen of zo. Er klopt hier iets niet. Is goed. Mag jij een perception medicine check gooien? Dus, en dan gooi je dus in dit geval 1 dobbelsteen, omdat het een assist is. Ja, en ik heb een medicine heb ik 2. Okay, en perception heb ik 5. Oké, okay, dus je doel is om 7 of lager te gooien, 7 die dobbelsteen. In de achtergrond hoor je mij nog steeds gewoon schop tegen mijn cryonator. Ik snap niet waarom dit niet werkt. Klote ding. Ik heb dit allemaal niet mee nu. Ik zit gewoon echt in een hoekie zo. Oké, here we go. 11. Oké, dat is helaas een gefaalde assist. Dat betekent dat voor jou nog steeds difficulty is van 2. Met 2 dobbelstenen. Tenzij je dobbelstenen bijkoopt. Dat kan altijd. Twee successen? Ja. Netjes. Oei. Goed gedaan. En is toevallig speech voor jou een tech skill? Ja. Dan betekent dus dat het eigenlijk 4 successen zijn. Wow. Oh, nice. Ze zijn heel charismatisch. Zeker. Ik ga jullie even uitleggen wat voor bonus jullie nu krijgen. Want in principe hebben jullie meer successen gegenereerd dan je eigenlijk nodig had. Dus je had er 2 nodig, je hebt er 4 gegenereerd. Dan blijven er 2 over. En die gaan in jullie action point pool. Wow. Er ligt niet voor niks een D6 als action point pool. Want je kunt maximaal 6 hebben. Oh, okay. Dus ik wil je uitnodigen om ze ook echt te spenderen, zeg maar. Ja, je bent zo continu aan het verdienen. Helemaal prima. Graag gedaan. Graag gedaan. I like it. Dr. Rest, die is even stil. Het is even een beetje zo'n western standoff, weet je wel, zeg maar. En dan zegt hij, oké, ik ben wel bereid mijn verhaal met jullie te delen. Maar dan wil ik eerst ook weten met wie ik te maken heb. Dus mijn naam is Dr. Rest. Ik zal jullie zo mijn verhaal delen. Harold Johnson ziet zijn handje in de lucht gaan in de hoek en gaat dan weer naar beneden. Dag dokter. Ik ben Bex. Hi. Dag, ik kom van het noorden. Wij doen theeparties en yoga en de-stress en stuff. Zo, goed gezind voor iemand in een wasteland. Ja, we hadden altijd super leuk. Het was ook echt super mooi weer altijd. En ik moet van die hele leuke spelletjes, maar die kunnen we ook een keertje samen doen als je wil. Gezellig. Krijg ik van haar energie een soort van flashback, zeg maar, als character? Oh god. Kan ik dat checken? Extreem. Hallo, met de PlayStation. Je ziet zeg maar zo'n klein beetje dat hoofdje draaien vanuit de hoek en dan ga ik weer verder. Ik heb een soort herkenning hier nou. Okay. Oh, ik zeg mezelf zo altijd, het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Oh, dat vind ik leuk. Wat een mooi motto. Heb je dat net bedacht? Ja, mevrouw Clementine zei dat altijd tegen mij, dus ik heb het eigenlijk overgenomen. U bent niet mevrouw Clementine? Nee, ik ben, noem maar Tante Nancy. Tante Nancy, aangenaam. Dr. Rask, Dr. Rask. Nancy. En mijn naam is, weet je wat, noem maar Koffie. Koffie. Ik ben een huurling. Ik ga waar de wind gaat. Een huurling? Mm-hmm. Oh, dat is perfect voor mij. Is dat zo? Ja. Sta mij toe. Mijn naam, Dr. Rest. Ik ben een professor, een dokter, geleerde. Ik kom uit Far Harbor, dicht hier, een aantal kilometer vandaan. Ik en mijn vrouw, wij werkten aan verschillende patiënten. Om ze op te lappen. Je ziet, het is een harde wereld. En mensen komen vaak met botbreuken, hersenschuddingen en dergelijke langs. Alleen, ik ben altijd een heel erg commerciële jongen geweest. En ik lag een gegeven moment in de knel met mijn vrouw. Dat als mensen mij niet konden betalen, zij mijn diensten niet waard waren. En mijn vrouw, goede hart dat ze heeft, vond het onterecht en is vervolgens weggerend. Na lang speculeren en nadenken, besefte ik dat zij waarschijnlijk gelijk had. En om de wereld een beetje een betere plek te maken, is het eigenlijk ook wel vanzelfsprekend dat ik mijn diensten gewoon gebruik. Ook al kunnen mensen niet betalen. Aww. Dus ik wil haar graag terugvinden. En ik ben er al een tijdje op het spoor. Ik ben bang dat ik niet de enige ben die haar op het spoor is. Ik ben bang dat rovers en raiders haar gevonden hebben. Haar spoor heeft me hier geleid. De vault die hier in de buurt ligt. En ik zoek capabele mensen die mij kunnen ondersteunen. Om de vault te verkennen. Te kijken of ze daar schuilt. Ik zeg doen! Kei gezellig! Echt waar? Ja! Wauw! En dat zonder überhaupt om geld te vragen. Wow. Ik sta op vanuit de hoek en ik heb die gun, dat is, ja, dat pleur ik gewoon op tafel, want dat is niet meer te fixen. Ik ga niet meer terug naar die vault. Die raiders, ik ga niet meer terug naar die vault. Ik blijf wel hier. Kom je uit vault 95?
kom ik uit Val 95? Nee. Ik kan me voorstellen. History check. Nee, ik kom niet uit Val 95. Ja, ik kan me voorstellen dat het bepaalde PTSD naar boven haalt. Ja, die Raiders, het is mij niet bellen. Ja. Nee. Nee, dan ook niet tegen een bepaalde prijs, meneer. Wat heb je? Kan je helpen met die gun? En anders kan ik je natuurlijk altijd een bottlecast vertellen. Als jij mijn cryo gun weer kan laten cryo'en. I'll let your gun cry, sir. You got a deal. I'm down. Okay, sure. Ik heb toch niks te verliezen, anders ik moet nog jaren wachten tot ik weer op het punt kom waar ik zit, dus prima. Jij ja, gaat mee? Meneer T, was het? Meneer? Sure. hoeveel heb je ervoor over? Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik ken jouw soort. En mijn soort? Ja. Kijk, als ik een klus aanneem, dan maak ik hem af. Daarom. Maar dan moet het wel mijn tijd waard zijn. Precies. 5 bottlecaps vooraf. 5 als de missie voltooid is. Als ik mijn lieve vrouw weer in mijn handen heb. Wat? Wat gezellig, kom. 10 vooraf. 5 als het gered is. Dat is goed. Mag jij een charisma barter check gooien? En de difficulty, omdat je zijn vertrouwen al een beetje gewonnen hebt, zou in dit geval 1 zijn. 12. Dat is net geen succes. Nee, je gooit er 2 in dit geval. Oh, nee, ik wou maar 2. Alleen bij een assist gooi je maar 1 dobbelsteen. Ah, maar ik dacht omdat difficulty maar 1 was. Nee, difficulty die zet ik. En dan je gooit altijd minimaal 2 dobbelstenen. Ah. Tenzij je er meer wil gooien. Dan ja, en de difficulty points bepaalt hoeveel crits je of hoeveel. Juist, ik snap het. Makes sense. Oké. Dus gooi nog maar een keer. Ik ben er niet zo goed in, hè? Hij zegt, meneer Coffee, je bent een keiharde handelaar, maar ik heb maar zoveel bottlecaps op zak. Ik moet er ook voor zorgen dat ik uiteindelijk weer terug naar huis kan met mijn vrouw natuurlijk. En dat kost ook geld. Dus ik hoop dat een man van uw profession mij dit kan begrijpen. En bereid is de opdracht te doen. Oké, als je er zo'n syringe bij gooit, dan hebben we het nergens meer over. Oh, ik ben niet echt een schieter, een knaller, een gunslinger, een krijger. Mm-hmm. Maar ik ben wel een dokter. Dus reken er maar op dat ik jullie zal helpen. Als het met jullie minder gaat, als we aangevallen worden. Yay. Dan hebben wij een deal. Akkoord. En ik schud hem de hand. Ja, en in die hand heeft hij 5 bottlecaps die hij jou heeft. Zo, die ik in mijn zak doe. Ja. Welkom bij Team Rainbows. Zeg eens de Miss Nanny, Tante Nancy was het, hè? Ja, Tante Nancy. Is Tante Nancy commercieel ingesteld of... Oh, nou, ik ga gewoon waar de rest heen gaat, hè? Yes. Ja, fantastisch. It's my lucky day. Oké, ik zal hier nog even kort iets uitleggen. En dan hoor jullie... Ah! Maar dan op een vrouwelijke manier. Ze is... Ah! Ja, dat. Dank je wel. Even een schreeuw, hè? En jullie horen dus de enorme vrouwelijke schreeuw en... Boom, 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 gunshot, nee, zeg maar. Wow. Horen jullie? En dokter West reageert, zegt... Priscilla, volgens mij is dat Priscilla. Snel, we moeten gaan. Priscilla is een vrouwsnaam, toch? Oké, ik pak de dokter bij zijn arm en ik ruk hem naar beneden... zodat hij niet door de ramen heen doodgeschoten kan worden. Oké. Slim. Oké. De gunshot... En jou ook, de gunshot. Oh, lief. Ik was al klaar, let's go! De gunshots die je horen, die zijn wel echt een paar kilometer verder weg. Oh, ja, okay. Dus, wel lief van jou. Nou, alsnog, weet je wel. Better safe than sorry. Ja, je bent gewoon super scherp. Ja, je trekt hem naar beneden, zeg maar. Proces de afstand van de kogels, berekent in je hoofd als gunslinger. Weet je natuurlijk precies hoe ver dat is. Tuurlijk. Ja, en het is ongeveer 1,5 kilometer. 1,5 kilometer, jongens. Dus 1,5 kilometer. Ja. Ik denk dat ze daarover... Hoe lang er zijn? Dokter Rest zegt, dat ligt eraan. Ik denk dus niet dat ze hierheen komen. Ik denk dat ze de valt ingaan. Fuck. Let's go, we gaan erheen. Woe! Kunnen we eerst even de muffins die over zijn even inpakken? En hebben jullie lunchpakketjes voor mee te nemen onderweg? Ja, laten we de muffins eten. Oh, jongens. Oh my god! Wie was die guy trouwens die dit kan brengen? Ja, dat was een ghoul volgens hij mij. Hij zit gewoon te eten. Hey buddy. Can we call him Kevin? Kunnen we hem meenemen, please? Hi Kevin.
Oh, daar gaat er ook eentje weg. Ja, er zit er eentje uit op een. Hi Poepie, jij bent nu mijn beste vriend. Ik wil je niet aanraken, want je bent echt vet smerig. Maar... Oh, hey. Oh, nog een. Ah, ga weg! Oh my god. Oh, no, ja. No. Doe maar een bakje. Lekker. Ik heb al 20 jaar niks meer gedronken. Oh, ik vind het best. Maar die moet je ook kunnen. Ben ik überhaupt niet. Sheila. Hi Sheila. Ga weg. Foei. Zijn ze boyfriend girlfriend? Ja. Dus Kevin en Sheila. Is deze koffie nucleair? Is hij nucleair? Zal ik eens proeven? Ja, doe maar. Sheila? Hallo? Wow. Hij zit in mijn vent! Ga weg. Echt vers is de koffie niet. Is dat Kevin? Nee, het kan zijn dat hij al 200 jaar oud is. Wie ben jij dan? Zelfs. Kees. Moet ik niet een check-in daarvoor doen? Hallo Sheila. Dankjewel, beste man. Oh my god, hij zit bij mijn vent! Ga weg! Oké, als jullie naar buiten gaan en jullie, Dr. West neemt jullie mee richting de vault, dan willen jullie zeg maar rennen of willen jullie meer een stealthy approach doen? Hoe ziet dat eruit? Ik ren al gelijk naar buiten. Woo, let's go on an adventure! Hey, oh, let's go Team Rainbow! Woo! Ik ben ongelooflijk voorzichtig, want val is eng. Ja. Dus ik ben gewoon ergens achterin, telkens van bosje naar paal, naar bosje, okay. Achter een bankje. Ja, ze creëren wat afstand tussen jullie, zeg maar. Ja. Dr. West die neemt ook wat meer een voorzichtige approach. Misschien is het een dokterding. Ja, ze lopen een beetje hand in hand. Ja, ja. Dokter, vertel even, wat weet je allemaal van, ja. van de kluis? Is het zwaar beveiligd? Ja, Vault 95 is, als het goed is, helemaal leeg geplunderd. Misschien valt er nog wel wat te halen. Maar toen ik net langskwam, stond de deur open in ieder geval. Ja. Ik ben er zelf nog niet naar binnen geweest. En ik heb ook mijn documentatie over wat er te binnen te vinden is niet helemaal in orde, ben ik bang. Hm. Is er misschien nog iemand hier die iets weet over Vault 95 en dat nu wil delen? Nou, in onze vault, wij waren vooral bezig met iedereen een zo goed mogelijke tijd geven. Als jij wil, mag je een intelligence science check gooien. Dus dan tel je die bij elkaar op. En de difficulty zou 2 zijn. Dat is 13. 13, en het is dex skill. Dex skill. Ik gooi een 6 en 11. Een 6 en een 11. Ja, dus dat zijn eigenlijk 2 crits dan. Hey. 2 successen. 2 successen, ja. Klopt. Ja. Heel goed. Jij weet toevallig over Vault 95 dat daar ook bepaalde sociale experimenten gedaan zijn. Okay. En dat ze daar iets deden met alcohol. Okay. En met drugs. Maar precies wat, dat weet je nog niet. Nou, ik weet wel dat ik met mijn collega's in Vault 95 wel eens gesproken had, omdat we dezelfde technieken gebruiken in onze experimenten. Maar het was altijd lastig praten met die lui, want die waren ook weer met alcohol bezig ofzo. Dus vreemde snuiven. Ja, jij zat zelf Say in, no Vault, to drugs, zat zelf in Vault 66. Okay. Dit is ja, een andere Vault, maar omdat jij in een Vault hebt gewerkt, weet jij wel zo'n beetje globaal wat er in de bepaalde Vaults af heeft gespeeld. Check. Ja. Oké, als we onze weg... Koffie, voor jou ook nog eventjes. Hoe ga jij over het veld heen? Stealthy. Oké, dat is goed. Ja. En ik zeg tegen Dex, Oké. Ik zweef toch een rustig achteraan. Jij gaat met Bex mee? Ja hoor. Oké, cool. Dan hebben we 2 all-out warriors en een groep van 3 die wat meer stealth approach doen. Dan mogen wij 3 eventjes kijken hoe stealthy we kunnen zijn. Dat doen we eventjes door een agility sneak check te gooien met een difficulty van 1. Dus zitten wij gewoon echt keiveel gelijk te maken. Dr. West die haalt zijn check en die sluipt zeg maar rustig achter jullie aan. Ik heb hem ook gehaald. Oké, cool. Netjes. Ik moest 7 gooien, ik heb een 5 gegooid. Ja, perfect. Okay. Ja, nee, ik geloof je. Ja. Ja, in dit spel zijn we op zoek naar zo laag mogelijk cijfers. Yeah. Agility is 9, sneak is 5, dus bij elkaar 14. 14 is echt wel is een hele dikke rol. Zo, dat is lekker. Ja. Ja, nice. Je genereert hiermee ook weer een action point voor jullie. Woehoe! Yeah. Lekker bezig! Volgens mij zit hij nou helemaal vol. Aantallen, ja. 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 Dus vergeet ook niet je action points te gebruiken wanneer het uitkomt voor jullie. Ik heb jullie al uitgelegd dat wat je daarmee kunt doen is extra dobbelstenen gooien. Ja. Maar je zou ook straks als er misschien geknald gaat worden, zou je een extra major action kunnen doen. Dus nog een keer schieten of nog een keer iets anders doen. Of een extra minor action doen. Dat is een iets simpele actie.
Je zou voor de mensen die wat meer met hun vuisten of met handwapens vechten, kijk even naar jouw Bex, zou je meer damage kunnen doen. Ja. Okay. Op zich niet verkeerd. Ja, en dat zijn een beetje de dingen die wel relevant zijn. En informatie kan je krijgen? Ja, standaard. Ja, okay, kan je vragen om een action point bij informatie. Dus jullie sluipen over het veld heen, behalve jullie twee. De dames die sprinten naar voren. Jullie dashen door het puin heen, zeg maar. We hebben hier echt te maken met zo'n wasteland landschap waar overal barricades gebouwd zijn van wrakken van auto's, golfplaten, van die torens van banden, zeg maar. Overal zijn ijzeren spijlen ingeprikt als speren, zeg maar. Omdat ik zeg maar van plekje naar plekje ren, is er best wel een mogelijkheid om af en toe even in zo'n bandenstapel te kijken. Ik ben nog steeds op zoek naar mijn cryolator shit, want als ik gewoon dat ding aan de praat krijg, ik ben weg. Ik heb niks meer met deze party, dus ik ben gewoon aan het kijken. Misschien vind ik wat. Je kijkt een van zo'n bandenstapel in en je ziet echt twee gifgroene glimmende ogen van een of ander gigantisch insect die je aankijken, zeg maar. Nope. En ik ren naar de volgende bank. Sheila in de... Geen koekeratjes voor me, please. Thank you. Uiteindelijk, als jullie bijna bij de vault zijn en wij drieën iets verder naar achter zijn, dan hoor je weer pam, 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 gunshot wounds. Ergens net voorbij de heuvel, zeg maar, dan zien jullie drie individuen op jullie afrennen. Eentje is duidelijk de grootste. Brede schouders, brede armen. Zijn armen, zijn biceps zijn net zo breed als dat ze lang zijn, zeg maar. Gigant van een gast. Kale kop, geen wenkbrauwen meer, helemaal vol met schrammen in zijn gezicht. En twee van zijn rookies, zeg maar, zijn drie raiders. Dus ze hebben echt van dat bij elkaar geplakte panzer aan. Denk aan hockey gear, denk aan riot police gear, denk aan baseball gear, zeg maar. Stukken leren shoulder pads die ze zelf gebouwd hebben. Met duct tape zit het aan elkaar. Het is één grote rectangle. Een van die twee handlangers is een beetje een wat flinkere, wat bollere gast, zeg maar. En de andere is echt een soort van ielige, lange, spinnig mannetje. Die dragen allebei zo'n gasmasker, zoals heel veel raiders doen. Maar de middelste niet, die grote kale gast. En die begint te praten, zegt: "Hoi, mijn naam is Ruige Rocky." Ja, vind je dat grappig? Ik ben te ver weg, je hoort me niet lachen. Oké. die geef ik je. Maar hij zegt, mijn naam is Ruige Rocky. En jullie twee, hij spreekt naar jullie twee dames, want de rest zit verstopt. Mm-hmm. Jullie zijn op ons terrein hier. Cupcake? Ja, je gaat mij inderdaad een cupcake geven. En ik ga je ook helemaal losschroeven en al jouw onderdelen verkopen op de zwarte markt. Nou zeg! Ja? Ik heb nog nooit zo'n brutaal iemand... Jongens, het is tijd voor Lock and Load. Wee! Johnny! Lock and Load. We hebben dus een soort situatie gecreëerd waarin wij met z'n drieën, dus de dokters en Koffie, achter een barricade staan, helemaal achterin. Helemaal links staan onze tegenstanders. En Nancy en Bex, die staan meer rechts van de... dichter bij de vault wel. Ja, die zijn bijna bij de vault ingang, vooruit gesprint. Inderdaad, de twee doktoren en Koffie, die zijn inderdaad verscholen achter een soort barricade van een hoop puin. En we hebben entree gezien van Ruige Rocky met zijn twee compagnons een beetje in het midden van het slagveld. Dan hebben we, als we combat ingaan, wat we nu gaan doen, dan hebben we een soort volgorde, zeg maar. Iemand is het snelste, iemand reageert als eerste. In dit geval is dat onze gunslinger, dat is Koffie. Hey. Ja. Dus Koffie, jij bent verscholen. Ja. Wat betekent dat je een voorsprong hebt op de vijand. Je kunt nu een aanval doen op de vijand als je wil, op deze raiders die jullie aan het vallen zijn. En dan kun je extra damage doen omdat je verscholen bent. Ja. Maar hebben zij ons gezien of hebben ze alleen Bex en... Ze hebben tot nu toe, Ruige Rocky en zijn twee compagnons, hebben tot nu toe alleen Bex en Tante Nancy. We zijn beet. Ja. Wow.
Hoe ben je blij hiermee? Oké. Okay. En zie ik zwakke punten in hun armor van Ruige Rocky of zijn twee minions? Ja, daar kun je minor action voor gebruiken. In combat heb je altijd een minor action en een major action. Okay. Een hele gebruikelijke minor action voor jullie straks is de move minor action. Okay. Dus dan zou je je ziet die tape, dan zou je een van die vakken verder dichter bij de vijand kunnen komen, zeg maar. Johan, ik ga voor het hoofd van een van de compagnons. Gewoon send goed. A message. Ja, is goed. Nice. Jij hebt in jouw mercenary tijd heb je ook wel zo'n gasmasker gedragen als vermomming of als bescherming. Ja. En je weet, die zijn niet heel erg durable. Dus dat is een perfecte keuze. Deze enemies die hebben een defense van 1. Okay. Dat betekent dat je 1 succes moet halen om ze te raken. Maar omdat je specifiek op het hoofd richt, wordt hun defense 2. Omdat het moeilijker is om specifiek lichaamsteel te raken. Okay. Dus je mag nu dobbelen. En wat je daarvoor gooit, staat bij jouw gun. Een TM, een target nummer. 15. Dus dat moet je dobbelen. Dus je gooit nu weer 2 dobbelstenen. Oké, ik had 12 en 9 gegooid. Dus. Oké, dat zijn 2 successen. Yeah. Ja, dus dat betekent dat ineens vanuit het niks daar, wat hun helemaal niet hadden zien aankomen, een gunslinger op de loer ligt, zijn Magnum pistol pakt. Yes. Hoe ziet die Magnum pistol eruit? Ja, het is echt een enorme blaffer. Het is echt, zeg maar, gewoon... Heeft hij ook blaffer? Ja. Ik pak blaffer. Ja, ik pak blaffer, mijn Magnum .44. God, je kan hem echt maar 2 minuten zo optillen, want anders wordt je arm gewoon helemaal lam. Ja, damn, zware gun. Hij heeft echt een zieke kickback. Ja? Ja, het is gewoon echt niet gebruiken in de piste, want dan heb je een avalanche, zeg maar. Dus ik richt mijn gun, mijn blaffer, op het hoofd van die kleine, van de spinnenachtige lange gast. Ja. En ik schiet hem echt dwars door zijn gasmaskertje. Zo hoppatee in zijn neus. Hoppatee! Voor context, mijn oren zijn door frostbite zeg maar best wel brittle. Ja. Oh, no. Hoeveel, zeg maar, aangezien ik hier sta, echt pal naast hem, en hij moet voorbij mij schieten, heb ik hier last van. Oh shit. Aan zijn omschrijving te horen, denk ik van wel namelijk. Ik denk dat inderdaad, hij schiet en het ziet er wel uit als een zwaar, fors geweer, zeg maar. Ja. En jij hebt als iets van, oh nee, als je dat ding, en dan bam, knalt hij, zeg maar. En je hoort inderdaad alleen maar piep, gewoon als iemand de granaat heeft gegooid. Oké, ik krijs het uit. Gewoon, wat doe je, lul! En ik pak hem zo vast, weet je wat, ik begin gewoon een beetje tegen mijn hoofd aan te slaan, want het gaat allemaal niet zo goed, dus. Oh, arme jongen. Ja, wij aan de andere kant natuurlijk helemaal happy, tenminste ik dan. Woe, bonsai, lekker bezig! Netjes, man. Was het net? We gaan eens damage rollen. Ja. Dat staat ook bij jouw wapen. Damage 6. Maar omdat je dus verborgen was voor de vijand, gooi je dan ook een extra dobbelsteen bij. Dus je mag 6 zei je. Je mag nu 7 dobbelstenen gooien. Wow. 7? 7? Ja. 7 wat voor hem? Van die kleintjes. Er moet iets goed komen, toch? Kijk, die hoofdjes, dat noem je een effect. En dat is 1 damage, plus dat als je wapen een effect heeft, dan triggert dat effect. Dus je hebt hier nu 4 damage liggen, nice. Plus 2 effecten. Jouw wapen heeft het effect Vicious. Nice. En dat is heel simpel. Dat betekent dat voor jouw wapen betekent dat die hoofdjes niet 1 damage is, maar 2. Oh. Dus je hebt hier in totaal 6 damage liggen wat je met je schot doet. Is hij dead? Hij is nog niet dood. Wat? Je hebt hem zeg maar zo door zijn wang geschoten. Oh. Hier zo. En heel dik is helemaal weggeschroeid. Zijn masker is gewoon is van zijn gezicht afgevlogen. En hij heeft nu zeg maar aan deze kant van zijn gezicht geen wang meer. Nice. En zijn tong hangt er zo uit. Vet. En aan de andere kant heeft hij geen oor meer. Ah, super. En heb ik zeg maar zo in een, ik heb natuurlijk zo in een hoek geschoten dat zijn maatje zo als een shit over zijn gezicht krijgt. Wet maar. Misschien minder goed kan zien nu. Wet maar. En ik ga je nog wat verklappen. Want als jullie 5 of meer damage doen op een bepaald lichaamsdeel, wat je zojuist hebt gedaan, dan is dat lichaamsdeel crippled. Oh. En in dit geval is zijn hoofd is crippled. Wat betekent dat je ziet die linker, die raider daar, die zie je echt zo helemaal wegdwalen.
En hij begint zo aan zijn hoofd te voelen. En dan gaat ze met zijn vingers gaat hij zo dwars door zijn wang heel tijd heen. Ik wil dan Bex heel hard roepen. Ik hoop dat je dental hebt. En, veel ook. Veel dental. Ik had bijna gehoopt dat zijn neus ook erop was. En ik zei van, als ik geen neus heb, mag jij geen neus. Ja, ja. Deze man is dazed en die heeft straks een ronde nodig om even bij te komen. Okay. Dus dat krijg je er nog bij je schot. Okay. Nice. Lekker bezig. Hey, dan heb je een minor action genomen. Dan heb je een major action genomen. Wil je nog iets doen? Want dan zou je dat bij kunnen kopen met action points. Maar je kunt ook even afwachten. Nee, ik doe nog een action point inzetten, want we hebben er toch heel veel. Cool. Oké. Okay. Ik schiet gewoon nog een keer met mijn blaffen. Dat kost... Arme jongen! Mijn oren! Ben ik hier naar doof? Volgens mij kost dat kost 2 action points en nog een major action nemen. Okay. Dus dan gaan jullie van 6 naar 4, als hebben iemand jullie, dat mag, wil bijhouden. Ja, als je nog een keer zou schieten, 100%! Nee. Arm eraf deze keer, ja? Heb ik door dat hij aan het reloaden is voor het tweede shot? Ja. Kan ik wegrennen? Ja. Oké, ik ren weg. Is dat een reaction of zo? How does that work? Zet je maar even in diezelfde zone. Dus dat is zo'n vak, dat noem je een zone. Ja. Zet je daar maar gewoon even waar je maar wil. Oké, ja, ik boek hem. Ja, zo ver mogelijk. Ik boek gewoon hier. Ja. Ik sta wel aan het open nu, maar ik ben gewoon weg. Cool. Ja, for you, man. Yeah. Sanity before like cool. Health. Dan mag jij nog een keer rollen, man. Ja, ik ga nu voor het hoofd van... Die ander? Ja, ja. Nice. Nice. Weer voor het hoofd. Ja, dus dan wederom rol je 2 dobbelstenen en ben je op zoek naar 2 successen. Oké. Okay. Ja. 9 en 16. Oké, dat is 1 succes volgens mij maar, hè? Ja, dus dan kan ik luck inzetten, dat ik 1 luck point. Ja. En dan mag ik opnieuw gooien, toch? Mag je 16 opnieuw gooien. Kom op. You got this. Come on. Dammit! Nee! Sad. Dan ga ik zeggen, als onderdeel van jouw miss, jij merkt dat je bent een beetje aan het leunen om goede steady aim te krijgen, weet je wel. Uh-huh. Dus je bent echt zo aan het leunen. En die opstelling hier, waar jij bij staat, die barricade, die is gewoon niet zo heel erg stevig gebouwd. Dus op een gegeven moment leun je en iets krakt en iets breekt. Je zakt door, je schiet uit en je mist. En jij schiet een stuk verder naar links, ongeveer hier. Een van die wieken van die barricade, die schiet jij eraf. En Dr. Harold, jij ziet die op je afkomen. Okay. Zou jij even een agility athletics test willen gooien? Oké. Okay. Difficulty is 1. Echt, hè? Dat is echt, oké. Okay. Dat is helemaal. Ik moet 5 is dat. Wel, ja. Komen, zeg. Oh, je moet 5? Ik heb gefaald. Oh, nee. Ik heb gefaald. Oh, nee. Oh, shit. Dr. Harold Johnson, jij krijgt een van die wieken bang tegen je hoofd. Ja, dus mid-ren, omdat ik al weg... Ik zag hem herladen, dus ik ren weg. En in één keer hoor ik bam! En boom. Oh, shit. Mijn bril valt er vanaf. Oh, je valt weg. Je bril valt er gewoon vanaf. Oké. Ja, dat is nu ook gewoon canon. Mag ik alsjeblieft kunnen vasten als gewoon Bex? Canon. Dat is niet wat ze bedoelen met hoofd gebruiken. Bruh. Oké, okay, en nu? Jesus. Mag je even 1 damage noteren? 1 damage. Ja. Dat is gewoon 1 HP eraf, toch? Ja. Ja. Moet ik je bril even pakken, jongen? Ja, doe maar. Ja, netjes man. 2 raken schot, of nee, 1 raak schot en een ander creatief schot. Ook raken, maar niet te... Ik poets mijn bril schoon en ik zeg, koffie, jij achterlijke idioot! En ik ben gewoon een beetje aan het mopperen en... Valt, het is altijd wat je krijgt als je naar de vals teruggaat. Daarom gaan we niet meer naar de vals. Er is een reden dat we niet meer naar de vals gaan. Ik herlaat in stilte mijn gun. Nee, dat is een actie. Ja, jij bent zelf stil, maar in de verte gooi je een hele hoop gemopper en zo ingebron. En ook een hele hoop gescheld, want die 3 raiders daar, die zijn echt fucking klaar met jullie nu. Jullie zijn jullie niet geïntimideerd of zo? Oh nee, dit kennen ze wel. En die andere, ik heb net gemist. die zeg maar door zijn wang geschoten is, die heeft het niet meer, zeg maar. Die is gewoon helemaal de weg kwijt. Die heeft niet meer de hersencapaciteit mogelijk om geïntimideerd te raken. Okay. Die moet eerst wel eventjes beseffen dat hij nog leeft, überhaupt. Oké. De volgende in initiative ronde is Dr. Harold Johnson in dit geval. Nou, ik ben natuurlijk op de grond, dus ja. Ik weet niet of er een soort van, is er een soort van, die heb je altijd als je op de grond ligt. Ja. Hoe heet het ook alweer, dat is prone. Prone, ja. Ben ik prone nu? Ja, okay, je zou prone. Je minor action kunnen gebruiken om weer op te staan. Nou, dat doe ik. Nou, ik heb mijn movement in principe al gedaan.
Dus ik gebruik mijn mind action om open te staan. Mm-hmm. Ik denk dat ik gewoon vooral nog steeds bezig ben om gewoon niet gezien te worden. Ik ben terug bij de vault. De vault is bad luck. Er is een reden dat ik weg ben gegaan bij vault. Dus ik ben gewoon om me heen aan het kijken of ik ergens nog kan schuilen. Oké, dat is goed. Je zou de defense action kunnen nemen. Dus dan kun je echt, zeg maar, dat puin waar jij bij staat, dat zou je kunnen gebruiken om jezelf echt te verdedigen en echt te schuilen. Ja. Ja, ik heb inderdaad wel geschreeuwd, dus het is even kijken wat de... Je zou binnen dezelfde zone kunnen blijven, dan bewegen. Dan kost je geen extra movement. Oké. En dan kun je dus terug naar dat puin, dat andere puin waar Dr. Rest en Koffie staan, om daar te kruipen. Kan ik een movement kopen om verder weg te gaan? Klopt, ja. Dus dan gaan jullie met één action point naar beneden, want movement is een minor action. En dan kun jij inderdaad naar de andere zone gaan om daar... Ja. Ik schuil gewoon hierachter. Kun je ook schuin naar zones gaan? Ja, dat klopt. Dat kan. We hebben nog maar 3 action points. Oeh, begint al spannend te worden. Dr. Harold Johnson, jij mag een agility plus athletics test met een difficulty van 1 gooien. Om te kijken of je verscholen bent. Weer minder dan 5. Ik gooi 5 precies. Netjes, dat is goed. Hey, nice. Ja, if it meets it, it beats it. Dat betekent dat je nu dus echt het terrein om je heen hebt gebruikt om, zeg maar, jezelf te verstoppen. Ja. Dus mag ik hem voor je invullen? Ja hoor. Je ziet wat van die vuilniszakken daar liggen, toch? Ja, ja, ja. Ja, dus je hebt ze een beetje aan de kant gelegd. je hebt ze zo teruggelegd. Mooi. Dus je hebt ze aan de kant gelegd, je legt jezelf erin en vervolgens leg je die zakken zo op je. Ze legt in het vuilnis. Ja, het is dus dat jullie weten hoe Dr. Harold eruit ziet, dus jullie zien net een gezichtje uitsteken. Zeg maar. De loop van mijn cryo laser gun, die steekt zo uit zo'n zak. Oh damn. Dat is het dan. Cryo laser gun die niet werkt. Ja, nee, de cryo functie werkt niet, maar hij heeft nog wel gewoon een piu-piu functie. Een piu-piu. Hij kan nog piu-piuen. Dus we hebben hier een soort verstopte sniper eigenlijk. Pretty much, ja. Dat zou je kennen, hè? Jouw gun maakt alleen maar piu-piu geluiden. Ik ga het proberen te onthouden. En die van hem blaft, toch? Ja, waf, waf en piu-piu. Ik neem aan dat ik niet nog een action heb om te schieten. Even kijken, je hebt je verstopt met je major action. Dus in principe heb je geen actions meer. Tenzij je nog weer bijkoopt, maar dan gaan jullie wel heel laag in de action. Ja, nee, I'm good. Het is ook niet in mijn karakter om nu te gaan schieten. Het is meer een soort van defensive maneuver. Ja, precies. Dan is ruige Rocky aan de beurt. Oh, man. Ja. Ik wil de eerst. En hij pakt zijn pipegun. Hij heeft een Fallout pipegun. Dus dat is echt zo'n bij elkaar gescrapt, bij elkaar gemaakt geweertje, zeg maar. Alsjeblieft. Ja, hij heeft er wel een modificatie op zitten. Je ziet dat hij een paar met tape wat dingen eraan vastgemaakt heeft. En hij heeft al een soort van goede grip opgebouwd, zeg maar. Wow, dus die gun ziet er best wel venijnig uit. Yeah. Dus belangenaar niet zo vet als jouw gun. Hij neemt al 1 op jou, denk ik, want je hebt 1 van zijn matties heb jij zojuist aangevallen. En hij schreeuwt vanaf waar hij nu staat, schreeuwt hij naar jou, mooie gun heb je, meneer. Die ga ik mooi dadelijk als eerste claimen. Die wordt van ruige Rocky. En even kijken. Hij is wel het moeilijk schot. Klopt. Het enige wat je van mij krijgt is mijn kogel, schreeuw ik. Cool. Cool. Ja. Gratis voor niks. Niet zo cool als hij zegt, zolang het kruid er nog maar in zit. En hij neemt zijn minor action. En hij gaat naar het vak waar Koffie ook staat. Zodat de range van zijn gun optimaal is, zeg maar. En hij staat inderdaad ongeveer daar, iets verder deze kant om nog. Zodat hij niet door Dr. West heen hoeft te schieten. En hij legt aan met zijn pipegun. Wat is jouw defense, Koffie? 1000. Nee. Dan ga ik even een vrachtwagen dobbelsteen halen. Mijn defense... 2. 2. Oké. Dan koop ik bij deze een action point. Spendeer ik een action point. Om ook een dobbelsteentje bij te kopen. Oh, shit. Want je bent moeilijk te raken. Even kijken. Mijn targetnummer is... ik heb hier 1 succes. Ik had nog een dobbelsteen. En daarmee genereer ik nog een succes. Nice. Dus dat betekent bam, dat ik op jou schiet. Fuck!
Ja, en ik klaar maar geluik zien waar ruige Rocky van gemaakt is. Je ziet dat hij een extra kogel erin stopt, zeg maar. Om niet één schot, maar bam, bam, twee schoot te doen. Fuck joh. En dat kunnen jullie ook doen. Eventueel, als jullie willen, kunnen jullie extra kogels spenderen. Afhankelijk van je fire rate. Dus als je dat wil doen, vragen we daar nog een keer en dan hebben we het er nog even over. Okay. Maar voor nu krijg jij 3 damage maar liefst. 3 damage op je rechterarm. Op je rechterarm. Oh, nee. En ik kijk even met jouw character mee. Op jouw rechterarm heb jij in principe 2 physical damage reduction. Ja. Dus dan gaat je 3 damage die je krijgt, gaan naar 1 damage. Oké. Ja, want je hebt een soort leren bepansering heb je op jouw rechterarm. Ja, okay. En je had nog één temporary hit point, dus die gaat eraf. Thanks, cupcake. Nice, nice. God, nice. Toch Chekhov's gun, weet je, komt altijd goed. Graag gedaan, kind. Dat was Ruige Rocky, Tante Nancy, dan is jouw beurt. Ik heb een vraag. Deze mooie olievaten. Ja. Zit daar olie in? Oeh. Ziek. Ja. Als jij eens even rondkijkt, dan bespeur jij op het slagveld 1 olievat van rode kleur. Ja. En ja, als ons gamerbrain afgaat, dan... En welke is dat, als ik vragen mag? In het midden. Die? Ja. Die staat ernaast. Hé, maat. Hé, maat. Lieve schat. Ja? Hoe sterk ben jij? Hoe sterk ben ik? Jij bent mega sterk, Bex. Jij bent de sterkste. Oh, ik ben heel erg sterk. Wow. Yes, mooi. Zou je mij plezier willen doen, lieve schat? En zou je dat olievat daar voor mij willen optillen? En na die boefjes kunnen gooien? Yes! Oké, kan ik dat? Mag ik dat? En dan zet ik hem wel in vuur en vlam. Dus ik begrijp wat jij wil doen. Jij wil een action ready, als het ware. Ja. Dus jij readyt jouw action. En dan schiet je op dat vat als zij dat vat naar de vaal heeft gegooid. Ja. Cool. Oké. Okay. Gaan we dat doen? Jij bent nu aan de beurt. Yes! Ik houd een vlamvat. Dus jij gebruikt je minor action om naar het vat toe te gaan. Yes, oké. Okay. Je pakt het vat vast. Yes. En jij mag voor mij even met jouw spierbal. Je pakt dat vat vast zo, je tilt dat zo boven je hoofd. Je ziet het vlambare materiaal er al uit drippen. Dit gaat helemaal goed komen. En jij gooit het die kant op. Gooi even een... Ik heb goede verhouding, dus... Gooi even een athletic strength test. Oh. Dus dan tel je strength bij athletics op. Difficulty is 2. Dus mag je 2 of meer dobbelstenen gooien om te kijken. Moet je deze goed doen? Zullen we een action pointje voor? Ja, dit is wel een momentje hoor. Dit is wel een momentje. Ja? Zullen we een action point? Mag ik een action point van iemand een dobbelsteen? Van 3 naar 2. Oké, come on. Mag ik een action point kopen is 2 of een D20 kopen? Eentje. Oh. Of een dobbelsteen kopen. De eerste kost 1. Doe even blazen. En daarna worden ze duur. Oké. Kom op, let's see. Here we go. 10, 15, 20. Oei. Ik had 12, maar het was 2, hè? Je kunt luck gebruiken om een naar 3 rollen. Come on. Come on. Oh my god, dit come moet on. Zagen. 12. 12. Hey, 12 is goed, is precies toch? Genoeg. Hey, precies hey, genoeg. Nice. Oké. Okay. Big back. Dus. Okay. Let's go. Hey, zij moet hem ook nog raken. Ik ben raken. Fuck ik my life. Maar hey, hoofdstuk 1, hartstikke goed. Dat vat, dat vliegt naar de vijand. Ja? Vraag ik aan tante Nancy. Gooi hem. Ja? Wat ga je nu doen? Zit hij hier dan? Ja, denk ik wel. Ja, ik wil daarop schieten. Ja. Nou, ik ben even aan het kijken, want ik denk dat mijn vlammenwerpertje niet zo ver komt. Hè? Nee, dan moet je wat bewegen. Dat kan wel. Ja, precies. Je kunt wel daarin staan, maar dan sta je ook in eigen explosie, zeg maar. Ja, precies, daarom. Doe het. Dus, nou, ik ben even aan het kijken wat ik allemaal... Oh, ik heb dit ding ook nog. Ja. Wow, nice. Wat hebben we daar? Ik heb een junk jet, heb ik. Ja, dus je haalt een soort van gigantisch... bij elkaar geschraapt, technologische, huge, heavy gun tevoorschijn. Ja. Die duidelijk iets met zwaartekracht doet. Ja, en ik denk, oké, ik moet ook nog ammunitie hebben. Wat heb ik hier? Wat is dit? Kun je zien wat dit is? Ik kan niet lezen. Wat is het? Een granaat, toch? Het is een granaat. Oh, shit, yes! Oh, yes. Is het oké, nou dan stop ik boom. En die schiet ik af op het... Fucking vet. Dus je laat die granaat in je junk jet. Ja. En je richt je junk jet met die zwevende granaat, zeg maar, die kant op. Ja. Op die barrel. En je ziet de twee raiders, zie je echt een... Eentje doet zijn gasmasker af en die kijkt ze van...
Dit kan ik niet geloven wat nu gaat gebeuren. En je richt. En voordat je schiet. Ik denk dat dat een mooie cliffhanger is. Ah, voor deze episode. Wow. Oké. Okay. Om te kijken of je kunt raken. Vet. Bedankt voor het kijken.